Yo, beste kijkers van Te Veel Gevraagd, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. We gaan in deze video voor de 2,9 miljoen likes. Hopelijk kunnen we dat weer hitten. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En zeker weten eventjes onze shop op shop.teveelgevraagd.nl checken voor onze merchandise. Laten we deze video natuurlijk weer beginnen met de itemshop. Dit is de itemshop. Nieuwe skin, nieuwe glider, nieuwe harvesting tool, super nice natuurlijk, en de daily items. Wanneer je iets aanschaft, bijvoorbeeld een nieuwe skin die super dik is, kun je natuurlijk onze supporter creator code gebruiken. Daarmee help je natuurlijk dat de giveaway groter en groter gaat worden. Want wanneer je deze code gebruikt, doe je automatisch mee aan de giveaway. En al het geld wat hiermee wordt opgehaald, gaan we dus iets van kopen. Ik weet niet wat, waarschijnlijk ook meerdere winnaars, aangezien het anders te veel wordt, weet je wel, voor één persoon. Dat is een beetje raar. Dus we doen gewoon meerdere winnaars. En als je dus de code gebruikt, te veel gevraagd is de code, dan doe je automatisch mee. Stuur eventjes een berichtje op Twitter, zou super nice zijn. Dan kun je namelijk ook een shout-out krijgen. Want Lex doet ook mee met de giveaway. Hij heeft namelijk deze tweet gestuurd naar ons. Ik heb Lamp gekocht, dus ik doe mee met de giveaway. Sowieso Lex, dikke shout aan jou dat jij de code hebt gebruikt. En Lamp, super nice harvesting tool in ieder geval. Gaan we door naar het eerste dingetje. En dat is eigenlijk een vraag. Een vraag aan jullie. Als je één ding mocht verwijderen uit Fortnite, wat zal het zijn? Laat het eventjes achter in de reacties. Ik heb namelijk nog nooit gedaan zo'n vraag gesteld in een video. Dus bij deze, spam de reacties maar lekker vol met wat jij wil dat verwijderd wordt. En anders druk je eventjes op het duimpje omhoog bij iemands reactie die al jouw iets heeft geplaatst. Dus bijvoorbeeld de Chiller Trap. Als jij die eruit wil hebben, dan moet je daar eventjes een duimpje omhoog bij doen. Ik zal het namelijk wel doen bij diegene, want ik wil de Chiller Trap eruit hebben. Ik haat de Chiller Trap zo erg, hè. Wanneer ik die Chiller Trap bij me heb en ik merk het, zeg maar, ik heb het echt door, dan drop ik hem. Want ik vind het gewoon een irritant item. Hooguit wanneer jij moet ontsnappen uit de storm, dan is hij nog enigszins chill. Maar voor de rest, nee. Het is gewoon een heel irritant item waar je altijd doorheen moet scrollen, wil je bij het juiste item uitkomen. Dat is 99% dus van de tijd niet de Chiller Trap. Goed, gaan we door naar het volgende topic. En dit gaat over de Winter Royale. Namelijk, de Winter Royale is volgens mij gespeeld, want Fortnite heeft de statistieken naar buiten gebracht. En er zijn hele interessante cijfers naar buiten gebracht. Laten we er eventjes naar gaan kijken. Dit zijn de statistieken en ik zal de opmerkelijke wel eventjes uitlichten. Namelijk, 9,2 miljoen spelers hebben dit in totaal gespeeld. Dat is niet normaal. Ik persoonlijk heb het trouwens niet gespeeld. Daarnaast 2,36 biljoen. Shots fired, dat is echt niet normaal. Of biljoen, miljard moet ik zeggen. 2,36 miljard shots fired, echt niet normaal. 23,1 resources harvested. En 23,1 miljard moet ik zeggen. En even kijken wat ook nog wel een leuke is. Is 1,89 miljoen fall damage death. Dat is natuurlijk heel erg lullig. Dus 1,9 miljoen mensen bijna zijn doodgevallen. Hoe zuur is dat? En dan valt het nog mee, want je hebt 633.000 mensen die zijn doodgegaan door de storm. Dat valt op zich nog wel mee als je het een beetje vergelijkt. Goed, gaan we door naar het volgende topic. En dit gaat over een hele irritante bug. De bug met de quad crasher. Want we weten ondertussen wel, de quad crasher die glitcht en die glitcht en die glitcht alleen maar. Dat ze die nog niet hebben disabled. Ik snap er helemaal niks van. Maar er is nu nog een glitch gaande. Eigenlijk is die al wel een tijdje gaande. Maar hij wordt nu wel heel erg opvallend bij heel erg veel mensen. Wanneer de quad crasher soms random ergens staat en hij is gebruikt, zeg maar, iemand heeft er net op gereden en hij parkeert hem ergens, dan maakt hij vaak nog gewoon soms een heel irritant geluid. Dat hebben jullie misschien wel eens gemerkt in de gameplay van mij, dat ik gewoon de quad crasher zie staan en hij maakt de hele tijd zo'n irritant geluid, dan schiet ik hem natuurlijk eventjes kapot. Maar hoe irritant is het voor? Please fix it. Het is zo irritant namelijk. Ik heb altijd het idee dat er namelijk iemand langs me rijdt met zo'n ding en dan kijk ik er naartoe en dan is het gewoon zo'n stilstaand ding. Is natuurlijk heel erg irritant. Fortnite, fix het eventjes. Maar dat is niet de enige irritante bug. Er is er namelijk nog één. Op een bepaalde manier is het namelijk weer mogelijk om je scherm schuin te laten staan. En dit is aan de ene kant wel een grappige glitch, aangezien, ja, ik weet niet, het ziet er allemaal heel erg raar uit. Je wordt er misselijk van, dus enigszins wel grappig. Maar het is gewoon weer mogelijk. En blijkbaar is het enkel en alleen mogelijk in LTM's. En hoe het werkt, je moet blijkbaar gedowned worden door een quad crasher. Dus je moet bijvoorbeeld geschept worden, zodat je heel hoog de lucht in komt en dan doodvalt. En daarna moet je gerevived
5 worden. En dan, op een of andere manier, glitcht dat soms. En krijg je zo'n schuin scherm. Maar ik vraag me nu af, hè. Is er nu een LTM gaande waarin je gerevived kan worden, waardoor je dit kan testen? Ik weet het namelijk niet. Stel, dat is niet zo. Er is nog een manier, alleen niemand weet nog hoe precies. Die gast van het filmpje die ik net liet zien, die zat, zeg maar, in zo'n shadow form. En vlak voordat die landde, ging die eruit. Uit zijn shadow form. En toen stond zijn scherm schuin. Dus het is echt heel erg vaag hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen. Maar er zijn gewoon nog zat bugs die Fortnite in ieder geval kan fixen. Goed, gaan we door naar het volgende. En dit is een samenwerking. Een nieuwe samenwerking met Fortnite en een bedrijf. En dit keer is het Sprayground geworden. Namelijk, Fortnite heeft dit plaatje op Instagram geplaatst. En ja, wat kunnen we ongeveer verwachten? Nou, waarschijnlijk rugzakken. Want dit bedrijf, Sprayground, maakt rugzakken. Custom rugzakken. En dat is natuurlijk super nice. Dus binnenkort kunnen we misschien wel de Fortnite rugzakken bestellen. En ja, ik weet niet. Voor sommigen is dat natuurlijk super leuk. Ik zou het persoonlijk niet aanschaffen, maar ieder zo zijn ding natuurlijk. Het is in ieder geval leuk dat ze het gaan proberen in ieder geval. Dan, het laatste topic. Niet heel veel topics deze video's, omdat er gewoon simpelweg niet heel veel nieuws is. Maar het laatste topic is wel super dik. Dit gaat namelijk over de storm. De storm komt nu wel heel erg dichtbij. En telkens meer mensen zien het kasteel op de berg die achter de mist zit. Voor de mensen die het niet weten, er komt aan het zuiden van de map, komt er iets telkens dichterbij vanuit de zee. Eerst leek het een beetje op mist. Nu is het ook mist, maar achter de mist zit een berg met een kasteel erop. En wat we nu weten is eigenlijk dat die telkens dichterbij komt. En dat er nu lampen branden in dat kasteel. Je ziet het namelijk op deze screenshot. Lampen branden gewoon nu in het kasteel. En misschien gaan we de komende dagen meer zien. Dat is natuurlijk een beetje afwachten. Ik heb trouwens nog een extra topic. Toch nog wel. Ik bedacht hem namelijk net. Deze week gaan we namelijk de eerste teaser zien van seizoen 7. En damn, wat ben ik hier hype voor. Bij elke teaser zullen we natuurlijk weer ZSM een video erover maken. Om te kijken wat precies dit gaat betekenen voor seizoen 7. Want waarschijnlijk gaan we in die teasers de eerste skins zien van seizoen 7. En ja, ik weet niet. Die moeten we natuurlijk als eerste leaken aan jullie. En dat gaan we zo spoedig mogelijk ook voor jullie doen. Dus abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Om up-to-date te blijven van updates van Fortnite. Check nog eventjes onze merchandise op shop.veelvraag.nl. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog. En geniet nog eventjes van de gameplay. Mensen, peace out.